project moet ik op zoek gaan naar een instrument. Naar het correcte instrument, want het instrument is heel erg gelinkt aan de muziek, aan de klank, aan heel de omgeving, muzikale omgeving van het stuk. In sommige projecten is het zo dat ik die fluit gewoon niet thuis heb, want ik ben geen fluitverzamelaar, ik ben fluitiste. Dan ga ik op zoek naar andere fluiten. Ik ga bijvoorbeeld meestal had ik contact in Zwitserland met een fluitverzamelaar die heel graag zijn fluiten gaf aan fluitisten zoals mij. Nu is die jammer genoeg vorig jaar gestorven, maar ik heb wel de mogelijkheid om die fluiten nog altijd te spelen, want hij gaf al zijn fluiten naar een museum, het Klingende Museum in Bern in Zwitserland. Ja, nu zou je natuurlijk kunnen vragen, ja, waarom al dat gedoe met die oude fluiten, met al die instrumenten, naar Zwitserland gaan, fluiten lenen, terug transporteren en van alles. Dus wat is nu eigenlijk de artistieke meerwaarde? De artistieke meerwaarde voor mij ligt in het rijkdom eigenlijk van al die instrumenten. Dus elke fluit heeft een andere kleur. Als ik repertoire speel uit die tijd, voel ik heel vaak heel sterk aan, ah ja, dat is de perfecte fluit, dus de klank past perfect. De muziek werd geschreven voor deze soort fluit. En dat heb ik niet, het gevoel heb ik niet als ik bijvoorbeeld een moderne fluit speel en ik speel daarop. Zeg maar Mozart, dus dat is echt een extreem. Voor mij is een Mozartfluit klinkt heel anders, omdat zijn muzikale taal heel anders is dan die taal die we vandaag spreken. En dan spreken we ook niet alleen over de instrumenten, we spreken ook over, ja, hoe speel je nu die muziek? Dit rijkdom vind ik zo spannend dat ik eigenlijk niet kan stoppen met graven en met lezen, met in de wereld te voelen. Dus ik voel me altijd gelijk een archeoloog.